Ik mocht vanavond wel eens mijn gala-jurk uit de kast trekken. Sterker nog, het moest. Want vanavond geldt de dresscode black tie. Ik ben namelijk uitgenodigd voor de VIP-avond van Masters of Luxury. Dat is Nederlands prominentste lifestylebeurs op het gebied van luxe. Alle mooie dingen komen hier samen, het beste van het beste. En dat past natuurlijk perfect bij de slogan van Mercedes-Benz, the best or nothing. Mercedes-Benz heeft vanavond twee auto's op de stand staan, waarvan er ook eentje echt zijn showdebuut heeft. Dat is namelijk de GLE 53 Coupé en daarnaast de volledig elektrische EQC. De EQC is de allereerste volledig elektrische auto van Mercedes-Benz onder het merk EQ. En EQ staat voor Electric Intelligence. Nou, naast mij wel een heel bijzondere versie. Dit is de 1886 uitgave, gelimiteerde oplage. En daarmee kijkt Mercedes eigenlijk terug naar de allereerste automobiel geregistreerd op naam van Carl Benz. En ja, kijk waar we nu staan. Volledig elektrisch. Het grootste verschil ten opzichte van een volledig elektrische auto en een diesel- of benzinemotor is natuurlijk dat je bij het wegrijden direct volledig koppel tot je beschikking hebt. En hij heeft veel power, 408 pk en niet één, maar twee elektromotoren. Eentje op de vooras en eentje op de achteras. En met dat vermogen ga je binnen 5,1 seconden naar de 100 km per uur. Maar doe je het rustig aan, dan haal je gewoon een 417 km op de actieradius. De GLE 53 Coupé is al helemaal een beest. 435 pk, die krachtige motor, 6-cilinder en het laatste beetje extra wordt geleverd door de EQ Boost. En daarmee sprint je zo van 0 tot 100 in 5,3 seconden. De GLE heeft elektrische luchtvering die er eigenlijk voor zorgt dat hij direct alle oneffenheden opmerkt en eruit filtert, zodat jij extra hard door die bochten heen kan. En daarmee is het misschien wel de beste SUV op de markt met die performance coupé capaciteiten. Want je hebt nog steeds alle ruimte aan boord voor passagiers, bagage, maar onovertroffen tractie. Ik ben blij dat ik je deze sneak peek alvast mocht geven, want de GLE staat bijvoorbeeld pas vanaf mei 2020 in de showrooms. Wil je nou nog meer nieuws volgen? Houd dan onze kanalen goed in de gaten.